Ruim 800 mensen kwamen naar het openluchttheater van Best, het Joe Mann Theater. Daar was de voorstelling Sneeuwwitje en de Jager. En terwijl deze mensen daarvoor nog even in rij moeten staan, bereiden de acteurs van toneelvereniging Mariahout zich nog even voor. Je gezicht tegen alle kanten op. Dat moet dus helemaal goed gaan, maar het is natuurlijk ook wel iets heel apart, zo'n optreden in de buitenlucht. Ja, je moet ook aanpassingen doen qua geluid en dingen die niet gerealiseerd kunnen worden, dat er mooie trucs vanuit het plafond, want we hebben geen plafond. En ja, dus je moet ook aanpassingen doen, maar het heeft ook andere charmante kanten. Dus dat het echt de sfeer en als het mooi weer is en het decor van een mooie natuur. Bijna in ieder openluchttheater heeft wel een heel mooi achtergrondplaatje van de bomen of ruïne of wat er ook staat. Maar ja, mooi weer. Het moet wel droog blijven, toch? We hebben plastic zakken bij ons en daar maken we tentjes van als het gaat regenen. Het verhaal gaat dus over Sneeuwwitje en de Jager. Die zijn verliefd, maar de familie ziet Sneeuwwitje liever in de armen van een knappe prins. En net als bij het originele sprookje is er een boze stiefmoeder met een spiegel. Hey, spiegel, spiegel, doe het niet zo flauw. Wie is hier de mooiste vrouw? Gij, majesteit. Precies. En er zijn natuurlijk 7 dwergen. Of ja, dwergen. Deze zijn wel een beetje gepimpt. Wij zijn de 7 dwergen. Over de 7 bergen. We moeten... Randgroep dwergen. Is dit eigenlijk wel hetzelfde verhaal? Eigenlijk alleen het einde is wat anders dan het gebruikelijke Sneeuwwitje. Maar wat dat precies is, daar wil ik nog niet veel van zeggen. Niet vertellen? Ik zie het toch gewoon. Kijk maar, daar is de prins al. En die geeft Sneeuwwitje een kus en ze leefde nog lang. Nee. Oh. Nou, ik zet mijn geld op het knijn. Oh, ook niet. Nou, dan moet je morgen of vrijdag zelf maar gaan kijken. Dan is het nog te zien in het openluchttheater van Mariahout. Of je gaat hier in Best naar een andere voorstelling. Ook leuk!